Kalf! Dat is wat anders. Dat is drukte. Dat is drukte. Dat zegt hij alleen maar op zichzelf een beetje kant houden. Ik vond het wel leuk hebben. Nou, vooruit. Zal ik aan de, jij zit op die baan. Zal ik aan de andere kant beginnen dan, Berend? Ja, maar ik dacht, als jij nou een stukje verder, dan zien we elkaar ook eens even. Ja, daarom, dat is ook wel leuk. Oh, ik wil hier ook wel eentje door de midden hakken, ja, hoor. Ja, ik heb net ook een keer door de midden gepakt. Als ik met z'n tweeën bezig ben, dan valt het ook nog wel mee, moet ik denken. Oh. Ja, daarom. Maar dit zijn gewoon mooie veldjes. Je kan gewoon een mooie meerdermaat combine opzetten. Ja. En, zelf ook misschien nog een beetje meer aardappels. Stukken bieten of zo. Ja, gewoon wat, ja, echt anders dan anders spelen. Ik vind het ook wel gezellig hoe een beetje babbelen, een beetje zeuren. Ja, en, het is een beetje anders. Ja. Ja, we hoeven niet op te letten op wat we zeggen. Hè. Nee. Nee, dat is ook ja, makkelijk. Jacob had de piep. Nee, maar dat is eigenlijk YouTube, hè? YouTube is echt video's. Dat is gewoon zo. Die moet ik er nog wel even bij jou inzetten. Wat? Piepje? Ja. Ja. Die heb ik gewoon niet klaargezet voor je. Dat is wel minder. Heb ik niet aan gedacht. Nee, geeft ook niks. Ik denk niet dat het heel erg nodig is, maar. Mocht Bing wel een keer boos worden. Mocht ik wel een keer de stream, dan kan ik me nog redelijk inhouden. Maar nu gaat hij helemaal los. De mic uit. Gloeiende. Maar je zou ook aardappels kunnen opslaan in die mooie nieuwe schuur die we hebben. Nou, dat is misschien ook wel een keer leuk om dat zo te doen bandje. In plaats. Ja, nou, bandje, dat weet ik niet, maar. Ah, jawel, gewoon een bandje. Ja, dan doen we het zoals het hoort. Ja, oké. Okay. Dat is best wel geinig. We mieteren altijd alles in een silo, maar dat is ook wel geinig. Gewoon opslaan in een schuur. Ja. Maar ik vind het dat nu wel leuk. Valt me niks tegen. Nee, ik ook. Nou ja, goed, dat is ook een probeersel. En dan. Wat net wat jij zegt, Berend, een video kijken wanneer jij tijd en zin hebt. En een stream terugkijken doe je toch minder gauw. Ja, je kijkt er wel eens terug, maar dan ga je er doorheen scrollen. Tenminste, dat betrap ik mezelf op. Ja. Ja. Ik heb zelf wel met video's, ik weet niet of jij dat wil doen, maar van die timelapse met muziek en zo, daar vind ik zelf persoonlijk niks aan. Dan scroll ik net zo lang door dat ik die muziek voorbij ben en dat Ja, klopt. Nou, ik heb dat zelf ook een beetje. Dat vind ik zelf ook niet zo heel fantastisch. Ik denk dat we gewoon. Kan het wel verrekte handig zijn. Ja, kijk, dan zal het ook een klein stukje zijn, maar. Misschien moeten we ook niet te bang zijn om gewoon een stukje te knippen van. Een paar baantjes aan het einde veld, bijvoorbeeld met ploegen of weet ik veel. Oh, met zwaaien. Dat we dan de laatste twee baantjes weer laten zien of zo. Een beetje van dat spul. Hey, maar je bent nou de hele avond aan ploegen. Ja, daarom. En daarom is het ook wel leuk als we even met z'n tweeën op een veld zitten. En dan kan het natuurlijk ook met Jeffrey. Dan gaan, want anders moeten we gewoon nog een ploegje erbij hebben, hoor. Dan gaan we gewoon met. De drie, ja, achter, doen we nog een ploegje. Achter elkaar. Ja. Nou, we kopen de ding kost niks. Nee, die dingen zijn niet duur. Ja, we zitten ook een beetje met de ruimte in de schuren, hè. Ah, maar dat ding, dat vouw je op. Ja, dan moet je ze achter elkaar zetten, dat kan. Kan ze gewoon allemaal aan elkaar vastkoppelen. En aan de voorste loshaken van het trekken, dan heb je drie op rij. Ja hoor. Ja hoor. Weet je wat ook het grootste voordeel is? Jacco die tettert niet constant door. Nee, dat klopt. Je hoeft geen chat doorlezen. Je wilt dat is uitspreken en anders dan. Ja, dat is wel een groot voordeel. Moet ik wel toegeven. Ja, sorry jongens. Maar ja, ik wil altijd rust. Ik wil ook graag diegenen die wat in de chat zeggen, wil ik ook graag altijd even begroeten. Ja hoor. Ik vind het altijd geweldig als ze even wat komen zeggen, even goeiedag komen zeggen. En
Maar dat is ook wel een dingetje, ja. Dat heb ik soms. Ah shit, ja, Beren, net dat. Maar ik weet gewoon, als ik niet snel genoeg reageer, vergeet ik het. Ja. Is ook zo. Goeie! Goeie! Best gedaan! Nee, dat is niet goeie. Beren, wat ben je ondertussen aan het doen? Ik? Vroeger? Ja, ik zie mijn telefoon oplichten. Jouw telefoon? Ja. Ik doe helemaal niks. Een Discord berichtje. Van mij niet. Er staat toch echt weer de Timmermans, hoor? Oh, dan komt hij wat later binnen, denk ik. Oh, dan denk ik heel laat. Ja. En daar vind ik het ook mooi om een beetje te spelen vanuit de cabine, zeg maar. Dat is wel geinig, hoor. Dat is wat realistischer, hè? Ja. Alleen met die kalk is wel een beetje lastig, geef ik eerlijk toe. Ja, met die kalk moet je dat eigenlijk gewoon niet willen. Nee. Dan even van de buitenkant af. En anders heb je alleen maar de cabine in beeld. Dat is ook niet altijd wat. Nee, daarom. Ja goed, dat is voor mij ook totaal nieuw, hè. Daar zie ik nog echt het meest tegenop, tegen dit niet. Ik denk, wij hebben het altijd gezellig met elkaar, dus... Je hebt toch ook op afstand? Ja, maar ik heb nog een klein probleempje, want het ene programma moet eigenlijk naar mijn gamepc en dat gaat dus niet. Oké. Dus dat is nog een dingetje waar ik mij lichtelijk zorgen over maak. Pak jij die laatste baan, Beren? Ja, pak jij die aan. Ja, jij of ik? Ik pak deze nog wel. Dan pak jij je eigen blokje. Oké. Hey, daar zit ik al op waar jij nou heen gaat. Dat zie je niet omdat je in de cabine zit. Nee, ik was er nu buiten, maar nu zie ik het. Nou, je wat dichterbij komt. Ik heb hem nou al bijna. Ja, ik zag het. Je hebt wel een puntje. Ja. Pak ik straks van de andere kant af. Dat is wel een beetje een nadeel, dat je al die knopjes op stuur hebt zitten. Je gebruikt voor Eurotruck, je gebruikt voor farming. Dan ben ik nog eens in de war met de knopjes. Oh ja, ik heb laatst opnieuw mijn SciTech panel ingesteld en dan zitten sommige knopjes niet meer op de juiste plek. Maar gebruik je meer? Ja, dat heb ik mezelf maar aangeleerd. Ik denk, ik heb zo'n duur ding. Ja, het is eigenlijk wel zo'n beer, hè? Ja. Dat is eigenlijk zonde. Weet je wat het is? Ik heb zo lang farming gedaan met toetsenbord. Dus soms met achteruit rijden, weet ik veel allemaal, ga ik gewoon veel sneller. Met toetsenbord en dan blijf je gewoon over je stuur heen hangen om dat toetsenbord te hebben. Dan moet je naar links, Jacob, hè? Ja, nu ga ik hier. Oh, ik heb gisteravond ook zo gelachen wat weer met dat 5 in. Oh. Ja, het is wel briljant, hoor. Ja. Maar ik ga niet, dat ga ik ook niet altijd streamen, Beren, want dan krijg je daar ook verzadiging. En dan vind je daar straks ook niks meer aan. Nee, dan word je het zelf ook zat, ja. Ja, dan word je zat. Dat is gewoon niet leuk. Dat is even leuk, maar je moet er niet 3 keer of 4 keer in de week... Nee, dat moet je niet doen. Dat echt niet, hoor. Dat ga ik ook echt niet doen. Het is hartstikke leuk en dat zeg ik ook helemaal niet. En ik zit op 2 servers dan. Kijk, je kunt 2 karakters doen, maar waar ik zo bang voor ben, dan word je straks zeg maar op Twitch word je groot met 5M. Ja. En dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde wat je op YouTube hebt. Ga je wat anders spelen, dan raak je ze kwijt. Of dat willen ze niet. Ja, of, nou, dat wil ik dus niet. Wel, Wim was gisteren. En Lars, die weet niet waar ik ben, dan zie je bij Lars in de stream staat een heel groot neus die duurt boven zijn hoofd. Ja, weet je, ja, dat is een beetje jammer. Daarom kun je eigenlijk niet goed met hem spelen. Nee. Hij kan het geloof ik wel uitzetten, hoor, maar... Dat was laatst, het was wel testen waren net zo. Kijk, en dan zet hij een helikopter, ja, dan kan ik het maar niet van winnen. Maar dan sla je een stuk over. Och, dat heb ik hem te vroeg omhoog gedaan, sorry Beren. Maak het straks goed. Nee, ik heb het alweer opgepakt. Oh. Ja hoor. Dan doe ik hem net wat te vroeg omhoog. Ja, dan druk je de verrol op knop. Ja, en dan gaat het mis. Ga goed, Jeff? Ja, ga prima. Waar ben je? 9? Veldje 9. Oh, dan moeten we daar dus straks naartoe. Ja, maar sommige velden hoef je niet te ploegen, hè? Nou, hier staat nog van alles op, dus ik denk dat je er beter wel kan ploegen. Ja, maar wij ook een schijf weg, hè? Ja. Oh, ja.
Dan ga je sneller. Ja, zo met z'n tweeën doen, dat gaat wel redelijk vlot. Dat is ja, wat te doen. Ja, dat is ook wel leuk. Ik ben toen begonnen, ik denk, oh, waarom hebben we zo'n kleine ploeg? Ja. Wel, ja, nee, maar deze is 4 meter breed. En als je gewoon zo'n vijfschapploeg hebt, die is 3 meter breed of zo. Ja. Dat schiet ook niet op. Of je moet zo'n grote agri-sam hebben die 6 meter is. Ja. Daar vind ik dan ook weer deze map niet geschikt voor. Ja, daar moet je zo'n grote rupstrekker voor doen. Ja, daarom, want anders kan je niet trekken. Nou, dat vind ik helemaal niet zo. Nee, dat past niet op dit mapje. Nee. Ik ben gewoon lekker bezig. Nou, pakken we eigenlijk mee met z'n tweeën. Ja, daarom. En uiteindelijk, het is farming. Hè. Dit is wat een boer ook doet. Hè. Dat is. Ja, het hoeft niet allemaal snel en groot. Nee. Dat is ook het voordeel, hè? Ja, daarom. Ja, maar dat doe je ook met die opruimwagen. Zo. Je koopt gewoon de grootste en de grootste komt bij. Even op het gas. Gas? Ja, ik moest even een klein stukje door, anders miste ik een stuk. Dan moet ik even bij de buur op het gas. Ja, hoor. Even andersom sturen, want ik even achterom kijken naar Berend. Goeie! Ja, ik kan nou niet in de stream kijken of jij wel naar mij kijkt. Hè? Ja, maar het is echt waar. Oh. Dat ik dat doe. Giet nou op. Hij begint ook alweer te drammen, hè? Inderdaad, ja, een beetje. Nou, had Jeffrey er nog naast moeten, hè, met de ploeg. Wat helemaal feest geweest. Ik kan er wel weer komen kalken, maar het is een beetje zonde. Ja. Maar ik hoef geloof ik al met één veldje te kalken en dan ben ik er ook doorheen. Oh. En hoeveel velden moeten we nog ploegen dan, Jeff? Hoeveel? Ja, ploegen. Dat is 5, dat is 4, dat is 7. 5, 4 en 7, oké. Okay. Maar dan kun je beter hier naast druk pakken, dus 7 beren. Ja. Kijken en... Ja, en een stukje onder 2, dat is W2 moet ik nog hebben. Ja. Ah, W2, ja, maar dat is het grasland. Ja, dat is... Zonde. Maar plauw met Jacco. Wat? Dus te ver. Wat doe ik nou weer? Ik heb nou wat vergeten, zie ik. Nou, jij. Hij trekt er weer katten op mij. Ja. Hoezo? Ik ploeg niet alles. Nee, jij liet een stukje staan. We kunnen hier ook wel even een roleplay gaan doen, Jacco. Nou ja, dat kan de volgende. Nee joh, dat moet je niet zo doen. Dat is wel een volgende stap waar je eventueel zou kunnen doen als je video's leuk vindt. Maar dan moeten we ook gaan loonwerken, want dan kan je loonwerken bij. Berend! Dit is niet goed. Ja hoor! Die vieze borst gaat hem in zijn hoofd. Ja. Tallen! Zie die Jeffrey in de vette ziek langs toeren? Ja. Mooi, ja, gele veld. Een beetje hobbelig. Er zitten hobbels in die zandpaden, joh. Niet normaal. Luchtgeveerde stoel, hè? Valt ja, dat klopt. Oh nee, stop! Verkeerde knopje. Oh, verkeerde knopje. Stop maar, Berend. Wacht, wat heb je nou weer gedaan? Waar zit je nou weer met die worstelvingertje aan? Ja, ik wou even schakelen, maar dat ging niet goed. Ja, schakelen met camera stand. Ja, je moet niet op de V drukken, in plaats van de C. Ja, maar dat druk ik ook niet op, want het is een knopje op stuur. Oh. Ik ben blij dat ik niet op Q druk. Nee. Die ploeg in de grond staan. Zo. Je zo direct weer gaaf met die twee, hè? Ja. Ik ga gewoon lekker rustig aan het koken hier. Ik deed gewoon helemaal niks dit keer, hoor. Ik jut er niet op, ik deed niks.
Hij jut er niet op, zegt hij. Je bent wel net zo in paniek als hij zelf. Ja, daarom. Maar het is tijd dat hij dat ding te vroeg omhoog doet. En nou was je gewoon midden in het land was je bezig. Ja, dat kan. Ze ploeg stof was op. Ja. Hij moet even bijvullen. Mogen we ook wel rekenen, dat stuift wel een beetje, hè? Zo. Even kijken hoor. Kan ik dat onder het rijden doen? Is dat verstandig? Alt-S? Nee, ik ben niet bij jou in de buurt, dus het kan. Oh, we zitten weer in de desert. De eerste komende tijd hebben we nog geen regen. Hier is net. Nou, dan mag geen regen. Dan maar Sahara Simulator. Sahara Simulator, ja. Aap, die klopt niet helemaal. De minimap mee. Als je op escape doet. Nou, hij zit een lichtafwijking in, dat klopt. Ja, wat. Jacco, doen we eerst even drie blokjes eromheen? Ja. We zijn het wel vaak met elkaar eens, hè? Grote duo, hè? Trio. Trio, excuses. Ah, ik voel me niet buiten als loten. Nou. Ah, nee, ach, je even, alsjeblieft. Zit aan de andere kant van meer. Zit aan de andere kant van meer. Die minimap klopt ook niet, kijk. Ik zit nou zeg maar op die, bij die weg langs de ploegen. Nou, dat is nog een beetje... Wie had hem op helper? Ik er niet. Nee, ik druk per ongeluk op H in plaats van B. Ja, ja, ja. Die zitten naast elkaar, boven elkaar. Wie zet hem op helper? Kost die vermogens. Hebben we toevallig niet alleen in nog openstaan? Volgens mij is toch? Begin je in deze map niet met een lening, hoor. Oh, oké. Okay. Nee, dat is beginnende boer dan. Oh! Wel dus. Hebben we een lening? Oh ja, ons saldo... Ja. Hadden een lening. Wel een mooi mapje met die witte huisjes en... Ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Ook een redelijk hulpvriendelijke velden, als je dat eventueel zou willen. Ja. Ja, maar kan altijd een keer makkelijk wezen. Dat je een pijntje aanzetten of een bietenrooier of een... Een kunstmest strooien. Kunstmest! Ja, maar soms dan zie je dat hartstikke moeilijk en dan... Ja. Meestal zie je dat hartstikke moeilijk. Dat wel. Ja, maar als je net een verkeerde groeivader zit, dan wil een helpertje nog wel. Ja, klopt. Lalala. Ben je nou weer vergeten de muziek aan te zetten, Jacob? Ik heb geen muziek aan. Nee. Geen muziek. Geen muziek. Kijk, en jij staat daar. En de boes. Ja, ik sta er mooi. Kijk eens. Lekker bezig, mannen. 9. Ik krijg er wel een onkruid hier. Ja, dat klopt. Maar die vorige eigenaar had er niet zo goed op gepast. Nee, had ik wel beter op kunnen letten. Ja, dus is het mooi dat je nou al die velden gewoon gaat bewerken. Ja. Je al heel veel kwijt. Hè. Ik zou ook in de cabine zitten, maar het ding was donker, maar het ding had getinte glazen. Dat klopt. Ik zat toen een keer in die trekker van jou. Oh, toen was jij in Limburg met vakantie. Oh, ja, met vakantie. En toen zei Emus tegen mij, die kwam even, die zat in de chat, weet ik veel. Die zei, je hebt je kleuren van je beeld niet goed staan. Dat klopt, ik zat ook in die trekker. Maar die ramen zijn donkerder. Ja, klopt. En dan krijg je een ander gezicht. Of een andere kleur.